Welkom bij de Telegraaf op YouTube. Leuk dat je er bent. Zometeen praat ik met Michelle en Jeroen over hun video's die alleen maar op dit kanaal te zien zijn. Hè, jongens, elke dag weer uit binnen- en buitenland hebben we video's van sport, financieel, entertainment. Ja, een beetje zoals in de krant, het echte nieuws. Willem Holleder is voor een levenslange gevangenisstraf veroordeeld. Afstand en je ziet hier echt een aantal Italianen staan. Ja, en hamburgers. Alsnog, ja. Hij is zelf niet wijs, gratis donuts. Hij is er op zitten. Dit heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Dat is gewoon pure diefstal. Want het is meer dan één A4'tje. Ja, bijvoorbeeld een puzzel. Een hele leuke puzzel ook. It's just, you know, talk and nothing gets done. En we hebben ook nog opmerkelijke virals en dashcams, noem maar op. En ik zei het al, bij mij op de bank Jeroen en Michelle, ze maken exclusieve video's voor dit kanaal alleen. Michelle, om even met jou te beginnen. Ik zag jou laatst een date hebben met iemand van 14. Ja, ja, dat was echt een internetlegende is dat geworden. Hoe is dat nieuws? En nou ja, het ging eigenlijk over groot leeftijdsverschillen. Okay. En dat kwam terug in onze YouTube-show elke vrijdag. En dat is speciaal voor jongeren inderdaad. En is dat wat geworden? Nee, dat niet. Het is tweeledig, dus we maken nieuwsitems. Dat doen we eigenlijk dagelijks. En dan op vrijdag hebben we de Tele YouTube Show. Die wisselen we allebei ja, om de week af. Met jullie eigen bank, hè? Dus ja, met deze eigen bank, inderdaad. En ja, het gaat gewoon over onderwerpen die jongeren interesseren. Dus niet over pensioenen bijvoorbeeld. Nee. Maar over de nieuwste auto van Mobice. Over lachgas, over drugsdealers. Dingen die gewoon ja, jongeren interessant vinden. Precies. Ja, hij is goedgekeurd. Hij is goedgekeurd, ja zeker. Want volgens mij mag je 95 decibel. 95 decibel. Bij mij was iets van 92 of 93 zelfs. Dus nog eigenlijk minder. Dus mag eigenlijk nog een beetje bij. wat is de eerste wet die je zou invoeren? Geen belasting. Maar als het gaat om de ballonnen van Nederland, oh jee, pas op. Jullie geloven erin dat de aarde plat is? Dat weten we zeker. Het is asociaal. Ik vind oude taarten fucking aantrekkelijk. Op het podium staan en de verhaaltjes houden. Ja, zomaar wat snelle voorbeelden. Maar jongens, het is allemaal al wel heel veel wat jullie maken. Het serieuze nieuws wat van de krant uitkomt. Is het niet te veel voor dit kanaal? Ja, maar er is natuurlijk ook heel veel nieuws. En het is voor iedereen. Elke dag weer, ja. Ja, en omdat er zoveel is, is het heel belangrijk dat je gewoon abonneert. Op ja, het kanaal van de Telegraaf. Tuurlijk. Dan mis je niks. Ja. Dus abonneer met z'n allen, jongens en meisjes. En like ook, hè? Ja, duimpjes omhoog. Bedankt voor het kijken. Doei.